Wat begon als een kwajongensstreek voor de 12-jarige Ivano Baptista uit Purmerend, mondde uit in een nachtmerrie. Nadat de jongen belletje had getrokken bij een buurman, werd deze zo boos dat hij een auto zou hebben gepakt en opzettelijk over het jongetje heen reed. Dat de man morgen weer naar huis mag, is voor de familie moeilijk te verkroppen. Ja, het voelt heel oneerlijk, want wij zitten te revalideren en hij zit gewoon thuis en zijn kopje koffie. Zo voelt het eigenlijk. Afwachtende van wat er nu gaat gebeuren, zitten we allemaal. Maar zijn situatie oogt voor mij iets comfortabeler dan wat wij nu meemaken. De man wordt door justitie verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het bedreigen van Ivano en een vriendje. Ivano loopt nu op krukken, maar moet nog weken revalideren. Ja, het gaat goed voor naar omstandigheden. Kan hij al de straat op? Hij wil het niet. Hij kan het wel. Maar laatst moesten we wel van A naar B rijden. En toen kwamen we in de buurt van het huis van de verdachte en de plaats waar het is gebeurd. En dat vond hij echt niet fijn. Hij zei ook van nee, niet de straat in rijden hoor, niet in de buurt. En ja, dat is dan wel vreselijk eigenlijk. Angira hoopte op een verdenking van poging tot doodslag. Het is voor haar moeilijk te begrijpen dat de man nu verdacht wordt voor een veel minder vergrijp. Voor ons is het eigenlijk, de misdaad blijft hetzelfde. Of Ivano nou 20 centimeter hoger of lager had gelegen. Die meneer die heeft gewoon willens en wetens over hem heen gereden. Dus dat hij nu een gebroken been heeft, die best wel ernstig is, dat is een geluk. Het had veel erger kunnen zijn. Dat had voor die meneer niet uitgemaakt, lijkt wel. En daarom vind ik het eigenlijk wel dermate kwalijk. Want ik vraag me af of als Ivano niet geleefd had meer, wat dat had uitgemaakt.